Eerder deze week was het al raak bij de ambassade van Israël. Gisteravond opnieuw. Dit is helaas hoe een pro-Palestina-demonstratie gisteravond in het centrum van Den Haag ten einde kwam. Zwaar vuurwerk werd er gegooid naar de politie. Trams die noodgedwongen moesten omrijden. Politie, honden, paarden, tal van inzet van hulpdiensten nodig om de geest daar in de Hofstad toch weer een beetje in de fles te krijgen. De fractievoorzitter van de lokale VVD heet Lotte van Basten-Batenburg. Zij is behoorlijk geschrokken, laat ze ons weten, en houdt haar hart ook vast voor komend weekend. Komende zaterdag staat er weer een grote demonstratie aangekondigd in het Zuiderpark. En natuurlijk mag dat. Protesteren moet kunnen in de stad van vrede en recht al helemaal. Maar dat mag absoluut niet weer uit de hand lopen zoals gisteren en eergisteren in Den Haag het geval was. Ja, volgens mij moet de burgemeester heel erg duidelijk zijn dat hij absoluut niet tolereert dat zulke demonstraties, dat die kunnen omslaan in geweld tegen de politie. En op het moment dat dat wel gebeurt, moet er dus ook keihard tegen worden opgetreden. En ik denk dat dat echt heel hard nodig is om te zorgen dat dit niet gaat ontsporen in ergere rellen, zoals we ook elders in Europa hebben gezien. Nu doet u veel onderzoek naar oorlogsvoering en moderne oorlogsvoering. Hè, en welke rol beïnvloeding van de publieke opinie daarin speelt. Dit soort protesten, heeft dat daar direct een link mee volgens u? Ja, zeker. Hè. Dit is, kijk, tegenwoordig oorlog. Vroeger speelde dat zich verre weg af. Dat is nog steeds zo. Als we kijken, dus niet naast de deur. Maar door de berichtgeving krijgen mensen veel meer mee. En als er ook nog eens desinformatie wordt gepresenteerd, ja, mensen vormen zich een beeld van die oorlog. En als ik kijk naar een actor als Hamas, die is er juist op uit om wereldwijd eigenlijk mensen te mobiliseren. Mm-hmm. En de straat op te krijgen om te protesteren. Dus dit is wel degelijk, zeg maar, in verband te brengen met de oorlog daar, ja. Ja, en dat we dan weer zien dat het uit de hand loopt en dat hulpdiensten daar ingezet moeten worden. Wat denkt u dan? Nou, allereerst kan ik me wel voorstellen dat de emoties heel erg hoog oplopen bij zo'n conflict waar aan beide kanten gigantisch veel slachtoffers vallen. En het demonstratierecht is een groot goed. Maar op het moment dat agenten niet meer veilig zijn omdat er vuurwerk gegooid wordt, ja, dan ga je wel een grens over. En dan is het aan de burgemeesters om daar bij in te grijpen. Maar dat vind ik wel zorgelijk. Ja, we gaan later deze uitzending dus wat verder van die voorbeelden uitpluizen over hoe dan bijvoorbeeld Hamas desinformatie inzet. Maar voor nu gaan we naar het verhaal van Joran van der Sloot, want dat houdt maar niet op. Nee, gisteren waren we er nogal mee bezig. Hè. Ineens kwam daar die bekentenis gisteren. Joran zegt Natalie Holloway.